links onderin kijk, dan zie ik hier nu bijvoorbeeld een oranje hekje. Dan ga ik daar langs en dan is die ja, verdwenen als ik het uitgevoerd heb. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we de fruittelerbaan doen. Hoe begin je daarmee? Nou, initieel dacht ik, omdat ik dus dit icoontje zag, dat je misschien daar gewoon meteen heen kon gaan. Dat blijkt niet zo te zijn. Je moet toch even naar het UWV. Nou, dat zit, dat kennen we ondertussen wel, hè? Zit hier in het midden. En als je dan bij het UWV geweest bent, dan ja, rij je dus helemaal hierheen. Let er wel een beetje op. Dit is wel het gebied waar ook heel veel drugsdeal plaatsvindt. Maar als het goed is, gaan ze je niet lopen rippen hier. Dus kan je hier wel veilig heen rijden. Wat mij wel opviel was ook nog dat ik toen ik de baan pakte, ik niet direct een kleedkamer zag. Maar goed, ik ben hier nu aangekomen. Mijn auto die staat daar zo iets verderop. En ja, ik zag hier al meteen een rood, ja, wat is het? Een soort van rood pijltje. En hier kan je je werkkleding aantrekken. En wat mij ook opviel is dat laadbalkje onderin. Dat is nieuw. En ja, je bent nu een soort van gozer op slippers. En die gaat ja, blijkbaar fruit telen. Het tweede icoontje wat ik dan zag was deze. En hier kan je een voertuig pakken. En als ik nou even op de map kijk, zie ik ook dat er wat meer dingen bijgekomen zijn. Dus ik ben nu zeg maar echt in dienst. En dan zie ik wassen, de garage, de schuur en de winkel. Dus daar moet je allemaal iets mee gaan doen. Nou, laten we beginnen met het voertuig. Belangrijk is om te weten, en dat kan je niet goed zien, want het zit een beetje achter mijn webcam, dat je 1000 euro nodig hebt. Want je moet deze auto als borg ja, gaan huren, zeg maar. Je kan het denk ik niet met je eigen auto doen, want er zit hier een mandje in en die heb je nodig om bijvoorbeeld het fruit echt te gaan telen. Dus dan beginnen we met sinaasappels plukken. Nou, dat zijn dan, als je op de map kijkt, drie icoontjes. Dus ik denk dat ik deze allemaal even af moet gaan. Het lijkt ook wel alsof die icoontjes verdwijnen. Als ik onderaan kijk, of links onderin kijk, dan zie ik hier nu bijvoorbeeld een oranje hekje. Dan ga ik daar langs en dan is die ja, verdwenen als ik het uitgevoerd heb. Dus dat is er op zich gaande. Nou, het gaat op zich best wel soepel. Ik denk ook niet dat dit dan ook echt een baan is, zeg maar, die je goed kan grinden of zo. Want ja, je moet toch met zo'n mandje op pad. En ja, als het op is, dan is het dus blijkbaar weg. En dan kan je ook niet meer pakken. Nou, ik moet hierheen. Ik loop gewoon eventjes op mijn slippertjes door, hoor. Wat hebben we hier? Aardbeien. Oké, gaan we aardbeien plukken. Nou, allemaal hartstikke goed. Nog meer aardbeien, laat ik maar meteen alles maar even doen. Want dan heb ik ook een goed beeld van hoeveel je hiermee kan verdienen. Maar dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Het oogt eigenlijk vrij makkelijk. Je hoeft niet heel veel dingen te doen. Het ziet er ook een beetje uit alsof je op één locatie blijft. In dit geval dus hier die gewassen. En ja, dat is op zich wel prettig. Want als je bijvoorbeeld mijnwerker bent of houthakker, dan kan je echt zo'n beetje het hele land door. En dan ja, gebeurt er ook wel van alles. Maar het duurt veel langer. Dus ik ben ook benieuwd of dit dan ja, ook een goede vergoeding krijgt. Wat me wel opvalt is dat je af en toe die ING-app, zeg maar, of die ING-melding krijg je dan in beeld. En standaard als je dit doet, krijg je dus 450 euro. Dat is volgens mij wel meer dan bij andere banen. Bij andere banen krijg je volgens mij maar 350 of zo. Dus je krijgt wel iets meer hier. Dat is op zich ook wel goed, want dan gaan mensen misschien deze baan doen. Even kijken hoor. Ondertussen heb ik de tijd ook wel lekker vol geluld. De laatste appels worden geplukt. En wat gaan we dan doen? Je hebt al het fruit gepakt. En je moet het nu gaan wassen. Ik zie ook dat er een navigatiepunt gezet is. Dat heb ik niet zelf gedaan. Even kijken, waar gaat die heen? Die gaat hierheen. En dat is de. Wat zit hier dan? Even kijken als ik hem uitzet. Fruit wassen, uiteraard. Oké, nou dat is wel duidelijk. Ja, laat ik mijn gekke autootje meenemen. Dus ik weet niet eens wat voor ding dit is. Zet ik even mijn mandje weer terug. En dan gaan we. Over de gewassen. Even kijken hoe ziet het er van binnen uit. Dat is een beetje een gaar bakkie, maar ja, goed. Maakt nog niet zoveel uit. Het is in ieder geval leuk dat je weer eens een keer wat nieuwe banen kan doen. En wat ik ook oprecht heel leuk vind aan deze baan
is dat je hebt eens een keer een andere outfit. Normaal gesproken heb je altijd zo'n standaard outfitje en dat is nu niet. Even checken. Nou, laten we hem hier parkeren, want volgens mij zit hij hier. Laat ik dan voor de zekerheid ook maar mijn mandje meenemen. Daar zal ik wel iets mee moeten. Oh, hier is weer een rode pijl. Pruit wassen. Oké. Oh, hij loopt wel door. Onderin zie je dus een soort van progressiebalk. En ja, tot die tijd kan je niks doen. Dus ik denk dat ik gewoon even moet wachten nu. Gaat eigenlijk best wel snel. Want volgens mij ben ik nog niet eens een paar minuten aan het streamen of aan het opnemen. Ik kijk ook eventjes. 5 minuten ben ik bezig nu. Oké, het fruit is klaar om te verkopen. Dan moet ik naar de winkel. Er is weer een nieuwe waypoint gezet. Oh, ik moet wel eerst mijn mandje terugzetten, blijkbaar. Nou ja, laten we gewoon naar de waypoint gaan. Er zit niet bijzonder veel benzine in deze auto. Dus je kan. Oh, dit is niet helemaal de bedoeling trouwens. Je kan er niet een heel eind mee rijden. Maar ik mag hopen dat ik het toch wel red tot aan de winkel om het te verkopen. Hier heb je dus het houthakkersgedeelte, dat zit, of houthakkers, de kippenhanger zit daar. Dus het is wel ver weg. Maar volgens mij zag ik dat ook als je boer wil worden. Dat was een geel vraagteken. Kijk, dat zit ook helemaal hier. Dus dat duurt gewoon even voordat je er bent. Maar het is wel leuk. En boer ga ik dus ook nog uitlichten in de video. Maar dat ga ik dus samen doen met Rob Banks. En die gaat even op zijn dikke John Deere rijden. Ja, dan kom ik gewoon in mijn normale auto. Hij zei wel, het is handig als je een quad hebt. Nou ja, dat denk ik ook wel. Kan een beetje tussen die gewassen doorscheuren of zo. Dus ik ga kijken of ik mijn quad kan meenemen in de volgende video. Dan gaan we eens eventjes de boer uithangen. Ik weet niet precies wat je moet doen. Ik hoop ook oprecht dat ze ook een heel vet outfit gemaakt hebben. Iets wat er een beetje bij past. Ja, fruitteler, geen idee. Opeens loop je in je hemdje en slippers. Dat zal wel. Dat is wel leuk. Dit is ook niet heel lang rijden trouwens. Volgens mij, ik heb niet helemaal opgelet, maar volgens mij is het gewoon een paar kilometer of zo. Eens eventjes zien. Oh, je moet nog wel net de brug over en dan is daar de winkel. Dan weet ik ook niet hoe dat verkopen gaat, want ik heb letterlijk zeg maar in mijn. Oh, niet nu op F2 drukken, dat is niet handig. Of snel. Er zit letterlijk niks in mijn eigen inventory. Dus wat daar dan mee gebeurt, weet ik niet. Hier zo is dat logootje. En dan zit ik aan de achterkant van het. Oh, hier is een. Dit is blijkbaar ook iemands huis. Oké, nou, ik heb het mandje gepakt. Verkopen. Oké, ik heb het verkocht. Je hebt 800 verdiend. Oké. Oh, dit is wel een beetje irritant dat hier ook een huis zit. Ik wil er eigenlijk niet in. Dus, oké, blijkbaar is dit het. Je verdient 800 met één zo'n run. En als ik dan nu kijk. Oh ja, die icoontjes hier zijn ook allemaal weer terug. Dus dan zou je het nog een keer kunnen doen. En dan, ja, echt farmen kan dit niet. Dus ik denk ook oprecht dat dit een hele korte video wordt. Of eigenlijk al is. Ik zal even mijn auto netjes terugbrengen. Dan ook even kijken of ik dan weer netjes die 1000 euro terugkrijg. Dan hebben we een beetje een idee of die baan lekker loopt. Tot nu toe zie ik eigenlijk weinig gekke dingen. Ik word ook niet overvallen, gelukkig. Het is alleen wel, ja, ik zie er wel heel zomers uit. En ik rij in de nacht nu. Dus dat, ja goed. Dat maakt niet heel veel uit, hè. Nou, het is 2,8 nog. Resterend, dus ik denk dat je zo 3 kilometer moet rijden. En ja, in game tijd is dat denk ik een minuut of zo. Weet ik eigenlijk niet. Niet heel lang. Maar goed, je krijgt dus standaard 450 als je alleen al in dienst bent. En dan dus 800 per keer als je dit gaat doen. Dus ik denk misschien dat het eigenlijk nog steeds wel voordeliger is om echt. Als je echt dat AFK wil grinden, dan kan je echt nog steeds het beste houthakken, kippen hangen of mijnwerken doen. Maar daar kan je echt heel erg AFK grinden en dan kan je wel echt heel veel geld verdienen. En dit is op zich wel gewoon een leuke bezigheid
voor iemand die even snel een paar duizend wil pakken. Ik denk dat je oprecht, als je dit een half uurtje doet, dan heb je denk ik wel 4.000, 5.000. Dus dat is misschien wel oké. En dat is wel korter dan bij bijvoorbeeld mijn werken, want ja, daar ben je echt gewoon uren bezig, maar je verdient ook wel veel meer geld. Eens even zien hoor, zijn we er ondertussen bijna alweer. En dan gaan we de auto's even weer netjes inleveren. Volgens mij ben ik nergens tegen aangebot. Dus ik ben benieuwd of ik dan ook gewoon mijn 1.000 terugkrijg. Dus even zien. Hier kan je dat ding inleveren. Leg 1.000 terug. Oh, wacht. Gaat dat nou van mijn bank af? Wacht even, ik ga voertuig pakken. Ja, er gaat 1.000 contant af. Dus je moet contant. Hey, ik kan ook een ander autootje zonder dak. Oké. En dan lever ik hem in. Maar dan heb ik niet die 1.000 teruggekregen. Die is dan naar mijn bank gegaan of zo. Hoop ik. Oké, dat is misschien een dingetje. Weet ik niet. Moet ik gaan checken. Ik weet ook mijn god niet hoeveel ik op mijn bank heb. Want ja, die bank heb, die is er dus niet meer. Ja. Het zal. Ik ga ervan uit dat het helemaal goed gaat. En dat je gewoon netjes je 1000 euro terugkrijgt. Dat was het dan voor deze video. In de volgende video ga ik dus samen met Rob Banks. Gaan we eens even een boer spelen, mijn jong. Met z'n dikke John Deere, ja. Even wat gewassen verbouwen of hooi van het land halen. Ja, weet ik wat het is. En dan zeg ik, zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. Kijk zeker dus ook de volgende video, want dan gaan we dus lekker boer spelen. En dan zeg ik als allerlaatste een hele dikke, vette doei.